is jouw zesde keer. Maar de eerste keer met drie vrouwen. Ja, prachtig. Ja. Dat is nog niet zo heel vaak gebeurd in de geschiedenis van het spel. Niet omdat wij, want wij vragen heel veel vrouwen, maar er zijn niet zo heel veel vrouwen die willen deelnemen. Ik bedoel, maar nu nemen we het over. Ja, ja, zeker, zeker. En zo zie je maar, Erik, dat makkelijke vragen werpt vruchten af. Dag Wim, dag Jeroen. Het is de eerste keer dat jullie samen zitten. Kennen jullie elkaar een beetje? Nou, er is wel een enorme toevalligheid. De vader van Jeroen was leraar en gaf les, meneer Snelders. Ja. En ik heb nooit les gehad van meneer Snelders, maar meneer Snelders gaf geschiedenis. Ja. En dat heb ik ook nog wel gekregen. 6 jaar lang. Wonderlijk toeval. En verder, ik weet ook van Jeroen, we kennen elkaar niet zo goed, maar ik weet wel dat Jeroen een enorme fan is van mijn shows. Ja. Hè? Mm-hmm. Ja, dat treft, want ik ben zelf ook een enorme fan van mijn shows. Vooral die dat ik nu aan het spelen ben. Ja, er wordt naar u geluisterd, heet die. Maar het zit al vol. Jammer. Ja. Dus trouwens, ja, ik heb Wim eigenlijk een paar uur geleden leren kennen, maar blijkt dat we toch heel veel gemeen hebben. Ja. Bijvoorbeeld skydiven. Ja. We hebben dat beide nog nooit gedaan. En ook niet met elkaar. Sorry. Nee. Jeroen, wat verwacht jij ervan van de kandidaten? Wel, ten eerste, ik ben heel blij dat Frances gisteren de finale gewonnen. Mm-hmm. Omdat we hier nu met drie vrouwen zitten, drie sterke vrouwen. Dus ik voorzie eigenlijk geen problemen vanavond. Tenzij misschien straks, als ze allemaal de parking uit moeten manoeuvreren. Een visrestaurant is voor mij echt een aards paradijs. Laat de moppen maar aan ons over. Nee, een Turks wc. Lastig toch, hè? Ik vind dat vrij gemakkelijk. Echt? Ja. Maar ja, dat is veel properder dan een ander. Veel properder, je moet nergens aankomen. Allee, ja? Ja, nee. Ja, dat is toch lastig, hè? Maar zo... ja, ik raak niet meer recht. Als je jong bent, maar... nee. Maar hebben Erik, jullie wel eens je behoefte gedaan in zo'n Turks... Jij hebt toch een Frans toilet in je loge, toch? Nee? Nee? Zo. Dan heb ik in een douche gekeken. Ben jij een goede verleider, Wim? Ik heb wel trucken. Serieus? Zoals? Als ik een vrouw benader in een club, dan zeg ik... hallo, ik ken Erik van Looy. Ja. En soms werkt dat. Ja. Vaak ook helemaal niet. Dan worden die vrouwen kwaad en zeggen ze... Oh, die moet nog keiveel geld om mijn pooier. Ja. En heb jij ook een verleidelijke blik? Ik was het nu aan het proberen. Ja, kut, ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja. Ja, dank u. Jeroen, heb jij een verleidersblik? Ik heb geen andere blik dan een verleidersblik. Vinden jullie zijn blik verleidelijk? Wacht, geef me even. Ja. Ja. Nee. Oh, nee. Nee. Echt waar niet? Maar jij bent lesbisch, zeker. Ja. Maken jullie vaak vlekken? Nee, maar je lacht er nu mee, maar ik heb ooit echt eens bij een ex op die oude zetel een enorme zaadvlek gemaakt. Ja? En er was niemand thuis, dus ik was een beetje in paniek. Maar dan zag ik plots in de kast het boek staan met kuistips van Tante Kaat. Ja? En dat heb ik er dan uitgehaald en erop gelegd.